kriebiek te ontdekken. Oké, dan mag je loslaten. En dan mag je hier komen staan. The seed of life, levenszaad. De schepping van de geometrie. Al het leven begint met zo'n bloem. Nou ja, je begint in het midden en dan krijg je een cirkel van een bepaalde lengte. En met diezelfde lengte ga je iedere keer vanuit een punt van de omtrek ga je weer cirkels trekken. Ik heb ze niet doorgetrokken, maar omdat ik alleen die punten nodig heb. Dus dan kom je zo vanzelf, als je iedere keer op zo'n punt gaat staan en diezelfde lengte aanhoudt, kom je vanzelf op deze bloem. En het wordt het levenszaad genoemd. Omdat het zaad van het leven is, daar gaat levenskracht van uit. Dus het onderbewustzijn of de kosmisch bewustzijn die tapt daarop in. Dus die ziet van een bloem, leven. En alles wat leeft, dat is natuurlijk heel gezond in tijden van corona. Kijk, ik heb die 6 punten, die heb ik nodig om een kubus te gaan maken. Ik ga een kubus maken en dat is niet zomaar een kubus. Dat is een kubus die afgekeken is van een graancirkel. In 2012 is die ontstaan. En dat is een hele geavanceerde graancirkel. En die stelt naar mijn idee het systeem voor. En het systeem. Dat is nu in deze tijd wel heel erg een ding waarvan ik denk van nou, daar mogen mensen zich best wel eens in verdiepen. Hoe het werkt en hoe wij ons verhouden tot het systeem. Want met alle moderne technologie worden we helemaal ingepakt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar wat je nu ziet, is dat eigenlijk zo'n beetje de hele wereldbevolking is ondergeschikt gemaakt aan het systeem. Men is bezig het systeem steeds maar te dienen en te dienen, terwijl eigenlijk het systeem dienstbaar zou moeten zijn aan de mens. En het is die omkering die je dus terugziet in die kubus. Dan plak je hier van aan de grond vast. Ja, niet. Het computertijdperk heeft eigenlijk een stroomversnelling teweeg gebracht in hoe het systeem zich kan organiseren. En in feite zien we eigenlijk dat er gewoon een hele rijke elite aan de top van de wereldmacht staat. En die zit
met al hun technologie in de sneltreinvaart de hele mensheid te koloniseren en in te pakken en te robotiseren zelfs. Veel mensen hebben dat nog niet goed in de gaten. Maar ja, de vrijheden worden afgepakt en dat zie je nu opeens heel snel gebeuren. We raken onze vrijheid kwijt. Dus dat is wat het systeem momenteel aan het doen is. Het is achter besloten achterkamertjes wordt het georganiseerd en wij mogen daar niet mee beslissen. En ondertussen moeten we maar ja, dat systeem dienstbaar blijven. En dat neemt hele absurde vormen aan. En al onze privé wordt steeds meer van ons afgepakt. Al onze vrijheden worden steeds meer van ons afgepakt. En de regeringen die leggen geen verantwoording af voor die privéroof, voor die informatieroof. En dat zou eigenlijk wel moeten, want wij hebben die regeringen gekozen. Het systeem dat neemt nu op dit moment zulke absurde vormen aan. Het is dood en doodeng, vind ik. Wij moeten echt, zeg maar, even heel goed gaan nadenken. Werkelijk alle mensen hebben een verantwoordelijkheid daarin. Van, hey, gaan we hier nog in verder? Of zeggen we van, nu is het echt helemaal genoeg? Aan de periferie van de cirkel, daar zien we 6 punten. En die 6 punten, die zal ik even duiden. Kijk, punt, 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 punt en nog een punt. Kijk, als je die aan elkaar verbindt, dan heb je een prachtige kubus. Dan moet je natuurlijk ook de middelste punten bijpakken. Hè? Dan hebben we een kubus. Maar je kunt ook anders ernaar kijken. Je kunt je voorstellen dat je in een interieur kijkt. Dus als je binnen in de huiskamer zit, in een vierkante huiskamer, en je kijkt naar de bovenhoek, naar een van de bovenhoeken in de kamer, dan zie je eigenlijk precies hetzelfde wat hier gebeurt. Die samenkomst van lijnen. Dit hier. Dus je kunt eigenlijk zien alsof die punt hier zo, alsof die naar buiten komt. Maar je kunt hem ook zo zien dat hij naar binnen gaat. Het is een optische illusie. Het is een heel universeel ding. En het... Het raakt dus het onderbewustzijn van de mensen. Ik hoop dat het zeg maar iets meegeeft in de zin van dat het een soort codering is tot ontwaken. Vanaf het eerste moment dat ik in mijn leven een graancirkel zag, was ik helemaal verkocht. Ik denk, dat is het. Ja, ik ben heel mijn leven al kunstenaar en met beeldtaal heel erg begaan. Ja, waarom beeldtaal? Omdat beeldtaal is veel universeler dan gewoon spreektaal. Hè? Alle landen spreken verschillende talen. Maar beeldtaal is universeel. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. En ja, als kunstenaar werd ik toen getroffen door de graancirkels. En wat ik toen zag was voor mij echt een soort... Ja, het resoneerde. Ik had zoiets van, wauw, dit is het. Dit is heel belangrijk.
En ik heb het toen dag in dag uit jarenlang heel intensief studie van gemaakt. Ja, ik geef daar lezingen over, ik heb er een boek over geschreven. Het is briljant, het zit vol met creatieve oplossingen en het is heel vriendelijk. Het is, het dringt zich niet op, hè. Je moet naar de velden toe om het te zien. En het is een potentieel wat enorm veel goeds kan brengen als het begrepen zou worden. Ik heb een verzameling van inmiddels 2300 graancirkels. Dat zijn er veel. En het is machtig interessant om te ontdekken dat heel veel van die graancirkels die zijn kosmisch georiënteerd. Zon, maan, sterren, heel veel astronomische of astrologische verschijnselen zitten daarin. Maar ook heel veel verschijnselen die voor de mensheid op dit moment, in het moment van crisis, heel erg belangrijk zijn en een uitkomst kunnen bieden. Dit is er dan eentje van. YouTube en Facebook, hele belangrijke sociale media kanalen, zijn opeens sinds korte tijd heel fanatiek met censuur begonnen. Ik vind dit zo absurd dat er een heleboel boodschappen niet meer ontvankelijk worden verklaard. Het succes van de samenleving drijft juist op vrijheid van meningsuiting, op dialoog. Op discussies, op verschillende inzichten. Als mensen allemaal inzichten bij elkaar brengen, dat moet kunnen bestaan. Anders kan er geen vruchtbare ontwikkelingen plaatsvinden. En het is echt zo pijnlijk dat we zeg maar helemaal in clusters worden ingedeeld en uiteindelijk lijkt het erop dat ieder mens in een eigen bubbeltje zou moeten leven en op die manier de totale overheersing moet ondergaan. Ik denk dat er heel veel leed is door het toedoen van het systeem en dat op dit moment dit eigenlijk nog maar het begin is. Het is zo absurd wat er aan de hand is. We leven in een dictatuur momenteel. En er zijn een hoop mensen die zeggen van nee, dat komt wel weer goed en dat mag je niet zeggen en zo erg is het allemaal niet. Dat is dus een van de redenen waarom ik dat hier doe. Het is een creatieve oplossing. En iedereen kan dat doen. Iedereen kan gewapend met een stukje krijt de stoepen en de straten te lijf gaan met boodschappen. Dat kan gewoon. En ik zou zeggen, doe het. Het is nodig. Er is actie nodig. Het leuke aan de bierkaaien zelf vind ik wel gewoon de naam.
Want ik ben al mijn hele leven bezig tegen de bierkaai aan het vechten. En nu ben ik hier op de bierkaai lekker mijn dingen aan het doen. Dus dat vind ik dan wel weer gaaf. Ha 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 ha!